Het was daar een hel gewoon. Ik heb nog nooit zoiets van mijn leven daar meegemaakt. Wat heeft dat betekend voor jou dat je eindelijk woonruimte hebt gevonden? Nou, dat kan ik bijna niet beschrijven hoe fijn dit is. Ik heb mijn eigen vrijheid weer terug. Ik kan weer rustig leven. Ik ben dakloos geworden door de financiën. Dat allereerst. Dus geen baan meer. Ik kon mijn huis niet meer betalen. Mijn werk stopte. En toen ging het heel erg snel eigenlijk. Ik had een hond. En samen met die hond heb ik in een auto de hele tijd geleefd. Vreselijk. Ik was erg depressief ook. Ik zag het leven ook niet meer zitten. Lichamelijk was ik ook niet in orde. Ik ben een hartpatiënt ook. Ik ben ook een keer in elkaar gezakt ook. Opgenomen in het ziekenhuis in Enschede. Ik was helemaal uitgedroogd. Ik heb daar een paar dagen gelegen. En toen kwam je in de opvang terecht. Ja. Ja, je zegt het, opvang. Maar het was voor mij een afgang. Het was daar een hel gewoon. Ze stoppen hier in Amersfoort alle drugs, drankverslaafden, economische daklozen, psychische mensen, mensen die allerlei problemen hebben, stoppen ze bij elkaar. En die moeten met elkaar leven, eten, slapen en doen alles. Maar ja, er ontstaan toestanden. Mensen die kwaad worden, met dingen gooien. Dreigingen. We hebben mensen die daar woonden, zijn twee mensen die zelfmoord gepleegd hebben. Steekpartijen, bloedende mensen. Ik heb van alles meegemaakt daar. De opvang heb jij achter je kunnen laten. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik heb via contact gekregen met een gemeenteraadslid en hoorde van dit project. En dit project werd opgezet voor verschillende doelgroepen, dus economische daklozen, integratiemensen. En ik heb daar mijn best voor gedaan om zo snel mogelijk op die lijst te komen voor degenen die daar mochten gaan wonen. En dat is me gelukt. Het is geen grote kamer, maar ik heb niet meer nodig. Ik heb een bed, ik heb mijn ijskast, ik heb mijn televisie. Ik heb een bankje van mezelf nog. En ik heb eigenlijk alles wat ik hier nodig heb. En een gezamenlijke keuken? Gezamenlijke keuken waar we met z'n allen koken. Heel gezellige momenten, zo tussen 5 en 8. De een zit Afrikaans te koken, de ander Tunesisch. Radiootje aan. En we lachen veel, dus we hebben veel plezier met elkaar. Hoe zie je de toekomst? Rooskleurig. Als deze 5 maanden hier voorbij zijn, ben ik vrij om naar een woning te zoeken. Dus dat ga ik dan ook doen.